Traditiegetrouw openen we academische zittingen met het uitspreken van het votum. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Divers, duurzaam en ondernemend. Dat zijn de speerpunten van onze strategie 2020-2025. Het laatste speerpunt, ondernemend, staat centraal bij de opening van dit academiejaar, 140 jaar na onze oprichting. Dit lustrumjaar draag ik op aan de stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam, Abraham Kuyper, die 100 jaar geleden overleed. Een ondernemend mens. Naast de VU startte hij een krant en de eerste politieke partij van Nederland. Hiermee werd hij ook premier. Ondernemerschap met een missie, dat is wat wij willen ontplooien. Duurzaam, sociaal, verantwoord. Samen met studenten, alumni en medewerkers. Waarom ondernemerschap als instrument voor die missie? Omdat je dan de kosten die je maakt om goede doelen te bereiken zelf terugverdient. En omdat je dan een organisatie opbouwt waardoor jouw waardecreatie niet verloren gaat als jij ermee stopt. Ondernemerschap zit in ons DNA. Wij zijn met crowdfunding en medefinanciering van Bierbrouwer Hovi opgericht, met als doel maatschappelijke impact. Een geslaagde social enterprise, kun je wel zeggen. Ondernemerschap ligt mij na aan het hart. Ik onderzoek het bijna 30 jaar en ik blijf gefascineerd. Ons onderzoek toont aan dat ondernemerschap niet aangeboren is, maar aangeleerd. En een universitaire opleiding is een belangrijke succesfactor. Bovendien kunnen ondernemingen die vanuit de universiteiten worden gestart wetenschappelijke inzichten vertalen naar nuttige innovatieve toepassingen. Niet alleen ondernemers hebben een ondernemende houding en vaardigheden nodig. Ook onze studenten die in loondienst gaan komen veel verder met een ondernemende houding. Zeker de afgelopen periode is de ondernemende houding van onze eigen medewerkers van onschatbare waarde geweest. Ondernemerschap en een ondernemende houding stimuleren bij studenten, medewerkers en alumni van de VU Amsterdam is dus hartstikke waardevol. Die ondernemende houding is ook onderzocht. Het gaat vooral om een bepaalde risicohouding, omgaan met tegenslagen en verliezen. Het gaat om leiderschap en doorzettingsvermogen, tegen de stroom in en door. Om flexibiliteit, testen en aanpassen en weer door. Het gaat ook om openheid voor signalen, responsiviteit en sociale intelligentie. Samen met 9 Europese universiteiten in ons Aurora-netwerk hebben we onlangs een prestigieuze Europese subsidie gekregen om ons als European Universities Network aan precies dit thema te wijden. Entrepreneurship dat wetenschappelijke resultaten naar bruikbare toepassingen vertaalt. Binnen ons programma A Broader Mind stimuleren we die ondernemende houding ook. In projectteams werken studenten aan complexe maatschappelijke problemen, zoals plasticsoep of eenzaamheid. De campus richten we steeds verder in als ondernemersbroedplaats. We hebben een succesvol demonstrator lab, waar ondernemende ideeën gerealiseerd en getest worden. We bouwen een zichtbare en toonaangevende start-up village midden op de campus. Ons huidig start-up village groeit uit zijn jas met bedrijven als Findest, Sci2Date en Optics 11. Op de nieuwe locatie willen we ook meer bedrijven uit Alpha en Gamma hoek huisvesten. Met onze belangrijke Amsterdamse partners willen we een innovatiecentrum in Health en Life Sciences bouwen, midden op de Zuidas, voor start-ups en scale-ups en onderzoekers die samenwerken met partners als Philips, Deloitte en de EMA. Een broodnodig thema, zoals we ons nu nog beter dan eerst realiseren. Ook onze samenwerking met de Universiteit Twente gaat bijdragen aan onze ondernemendheid. De UT staat niet voor niets bekend als de ondernemende universiteit. En tot slot Sapiens, het nieuwe kenniscentrum van het Anthropoceen op de Zuidas. Samen met Naturalis, een plek waar de urgente problemen van onze tijd belicht en onderzocht worden. Kortom, we bouwen aan ondernemerschap met een missie, net als 140 jaar geleden. Namens het college van bestuur ben ik dankbaar voor de steun van binnen en buiten de VU voor deze missie. In goede en moeilijke tijden. En dat we nu in een moeilijke tijd zitten vanwege COVID-19 zal niemand ontkennen. Juist nu is ondernemend gedrag voor vrijwel iedereen van eminent belang. Wij zijn heel blij met onze medewerkers en studenten in deze bijzondere tijd. Moedig voorwaarts. Welkom allemaal, ook online bij deze toch wel heel bijzondere opening van het academisch jaar vanuit de Global Room. Mijn naam is Marie de Gij-Vortman en ik mag vandaag het programma leiden. Een bijzondere opening is het. Bijzonder om meerdere redenen. We openen het 141ste academische jaar van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Kuyperjaar. En de setting is ook nog eens heel anders dan gebruikelijk. Vanwege deze tijd en alle protocollen die daarmee samenhangen, zitten we niet voor een volle aula, maar stellen we het programma ook online beschikbaar voor de VU-gemeenschap. Naast mij zitten Mirjam van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit, en Ben Tichelaar, bedrijfskundige gespecialiseerd in leiderschap en verandering. Welkom beiden. Ja. Mirjam, jij hebt in je openingstoespraak zojuist al geïntroduceerd wat vanmiddag centraal staat in ons programma, ondernemen. Dat is ook een van de 3 thema's van het Kuyperjaar. Hoe stimuleer je als universiteit een ondernemende houding, ook met maatschappelijke impact, hoorden we zojuist. En hoe gaan we ondernemend om met deze snel veranderende tijden? Daarover horen we zo meteen meer van Ben. De Vrije Universiteit heeft ondernemerschap in het DNA zitten. Dat heb ik zelf ook ervaren toen ik hier rechten studeerde. En dat ik voor de VU koos was voor de hand liggend. Mijn familie heeft een sterke band met de VU. Er is een klein videoportret gemaakt waar we nu naar gaan kijken. Ik ben opgegroeid in Zambia en daar speelde ik buiten met de jongens. En het liefste ontsnapte ik aan de siesta's middags door uit het raam te klimmen. Ik was een stoer kind, echt een tomboy. Competitief kind ook, met judo, schaken. Ik judode ook altijd met jongens. Dat was eigenlijk wel heel vormend in mijn jeugd. Totdat ik uiteindelijk uitgesloten werd van de jongenscompetitie. Omdat het dan voor jongens zo erg was om van een meisje te verliezen. Mijn voorouders komen uit Frankrijk. Hugenoten, vluchtelingen. Goed opgevangen in Nederland in 1640. Ook met goede maatregelen vanuit de overheid. Een belastingvrije periode van 10 jaar om hun leven op orde te krijgen. En zo'n maatregel stimuleert ook duidelijk wel echt ondernemerschap. Ja, eigenlijk al zolang als de Vrije Universiteit bestaat, zijn de voorouders van mij daar gaan studeren. Mijn overgrootvader, Bastiaan, en mijn grootvader, Gaius, die daar ook rector magnificus is geweest. Mijn ouders kennen elkaar van de Vrije Universiteit, allebei daar gestudeerd. Mijn moeder Nederlandse taal en letterkunde en mijn vader rechten en economie. Mijn grootvader is eigenlijk een hele bijzondere periode rector magnificus geweest. In zijn rectoraat kwam er een nieuwe campus. En ook in 1965 is een eredoctoraat aan Martin Luther King uitgereikt. Mijn moeder heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven, waar het gaat om beeldvorming voor vrouwen in zelfstandigheid in hun leven, financieel onafhankelijk zijn. Mijn moeder heeft altijd gewerkt, naast het opvoeden van 5 kinderen. Partner word je niet zomaar. Daarvoor moet je hard werken. En uiteindelijk word je beoordeeld op je inhoud, je acquisitievermogen. Waar ik wel verrast over was, was dat een van de partners eigenlijk alleen maar als vraag stelde van hoeveel meer kinderen wil je nog? Maar die heb ik wel gepareerd door te vragen aan hem hoeveel kinderen hij nog wilde. Was ook een jonge vader. En uiteindelijk ging het gesprek toen wel heel snel over de echte zaken die er te doen in de advocatuur. Als voorzitter van topvrouwen.nl heb ik me echt ingezet voor de positie van vrouwen in de boardroom. Diversiteit en ook inclusiviteit is heel belangrijk in de top van het bedrijfsleven. Het is misschien lastiger om met mensen van verschillende pluimage tot een besluit te komen. Maar het uiteindelijke besluit is zoveel beter voor een bedrijf en wordt ook zoveel meer gedragen. En zeker bestendiger. mooi, dan weten jullie ook gelijk wat meer over mijn achtergrond. Ben, jij houdt je beroepsmatig met ondernemerschap bezig en er is je gevraagd iets te zeggen eigenlijk over de essentie van ondernemerschap en hoe ondernemers om kunnen gaan met de uitdagingen in tijden van corona. Daar gaan we nu naar kijken. Hoi. Ja, er worden sommige mensen wel beweerd dat ondernemerschap iets is dat aangeboren is. Dat heb je of dat heb je niet. Maar ik kijk daar toch anders naar en ook de research laat zien dat het vooral een kwestie is van het ontwikkelen van bepaalde gedragingen. Dus je kunt ondernemerschap leren, je kunt het je eigen maken door te oefenen met je eigen gedrag. Wat heel belangrijk daarbij is wel de bereidheid om te falen, om te experimenteren, om dingen uit te proberen. Dus je hebt een lerende houding nodig. Als je begint met ondernemen is een van de allerbelangrijkste dingen natuurlijk dat je een plan hebt. En binnen dat plan is je visie essentieel. Dus een plaatje van de toekomst. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Kijk, onderweg gaat het natuurlijk langs allerlei kronkelwegen. Je zult dat plan voortdurend moeten aanpassen. En interessant ook, als ondernemer moet je ook jezelf voortdurend aanpassen. Je zult als mens voortdurend veranderen onderweg. Een voorbeeld, in het begin doe je alles zelf. Acquisitie, boekhouding, alles. En als je bedrijf groeit, dan zul je moeten leren delegeren en managen. Dus als mens ontwikkel je je voortdurend. Alleen als leidraad, als stip op de horizon heb je die visie nodig. Omdat je weet van, nou, in die richting wil ik blijven bewegen. Kan je ook binnen de universiteit ondernemend werken? Ja, dat is nog niet zo heel makkelijk natuurlijk, want er zijn beperkingen. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Bijvoorbeeld denk aan de financiering voor onderzoek. Hè. Je moet vaak plannen maken voor jaren vooruit. Maar binnen die plannen kun je natuurlijk wel allerlei dingen doen. En ik wil 2 dingen noemen die heel belangrijk zijn. En de eerste is psychologische veiligheid. Mensen moeten de vrijheid ervaren om afwijkende dingen te doen, om vragen te stellen, domme vragen misschien wel, om dingen uit te proberen en ook plannen waar je aan begint toch weer te laten vallen en toch weer een draai te maken. Dus psychologische veiligheid is vaak waar het mee begint. En het tweede wat heel erg belangrijk is, zeker ook in deze tijd, waarbij eigenlijk heel weinig dingen zeker zijn, waarbij je soms niet eens weken vooruit kunt kijken, dat is werken in korte cycli. Dus niet een plan maken voor een jaar, maar iets proberen. Gegevens uit de markt halen, bijsturen. Dus voortdurend iets proberen en voortdurend weer bijsturen. Dat werken in korte cycli is heel erg belangrijk. Daar heb ik zelf ook wel ervaring mee opgedaan. Dat is alweer meer dan 10 jaar geleden. Maar toen ik als buitenpromovendus hier begon aan de VU, heb ik echt maanden zitten zweten in mijn eentje op een onderzoeksvoorstel. En toen het goed genoeg was naar mijn idee, toen durfde ik het pas aan mijn begeleider te laten zien. Nou, dat had natuurlijk veel anders gemoeten. Ik had eigenlijk gewoon iedere week met mede-PhD-studenten had ik gewoon bij elkaar moeten zitten. We hadden ideeën naar elkaar moeten pitchen, feedback moeten vragen en geven. Dan was het echt beter en sneller gegaan. Dus ja, sommige dingen op het gebied van ondernemerschap kun je ook prima binnen de muren van de universiteit een ruimte geven. Prachtig, Ben. Helder. Visie, psychologische veiligheid en al helemaal in deze tijden van onzekerheid. Leren in korte cycli, zaken gewoon uitproberen. Is dat de basis van een ondernemingenhouding? Vat ik dat op die manier goed samen? Ja, het is ik denk dat het een van de basisingrediënten van ondernemerschap is, maar ook van een ondernemende houding. Dus het hoeft niet per se een ondernemer te zijn, maar ook binnen de universiteitsmuren zijn dit dingen die belangrijk zijn als je een ondernemende universiteit wilt zijn, denk ik. Ja, zeker. Mag ik daarop inhaken? Ja, graag. Want ik herken heel erg wat jij in je filmpje zei over die psychologische veiligheid. Dat is precies wat wij nu op de VU ook willen creëren. We willen veel meer experimenteerruimte, psychologische ruimte, maar ook echte experimenteerruimte gaan creëren. Zodat docenten, medewerkers, maar ook onze studenten, dat ze de ruimte voelen om te kunnen falen. Want ja, ondernemerschap levert natuurlijk niet direct successen op altijd. Die ruimte moet er dus zijn. Zo kan je groeien. Ja, heel belangrijk. Plek om dat te leren is fantastisch. Ja. Ja, zeker. Ja. Dus dat kun je leren. Ja, zeker. Ja, daar ben ik van overtuigd. Tuurlijk, er zijn altijd componenten die niet makkelijk te leren zijn en een beetje bij je als persoon horen. Maar het overgrote deel van de dingen valt te leren. Ja, daar ben ik het als onderzoeker ook helemaal mee eens. Eigenlijk een hele positieve boodschap. Ondernemerschap, Mirjam, is een belangrijke ambitie van de VU. Wat doen jullie op dit terrein? Wij vinden het heel belangrijk dat ook onze eigen medewerkers wat ondernemender worden. Er mag best iets af van de bureaucratie. Dus ook onze processen willen we graag ondernemender maken. En ook onze studenten willen we gewoon duidelijk maken, je kan experimenteren en dus faal je soms. Dat gaan we niet afstraffen. Dat is gewoon mogelijk. En tegelijkertijd zijn we ook bezig met start-ups en scale-ups. En daarom hebben we de Kuyper Challenge in het leven geroepen, speciaal voor dit Kuyperjaar. Mooi. En dat is voor onze hele gemeenschap, studenten en alumni en medewerkers natuurlijk. En het gaat echt om plannen voor een start-up of een scale-up met een missie. En hiervoor kunnen tot 1 december kandidaten worden aangemeld of door anderen worden voorgedragen. En bij ons nieuwjaarsgala, dat is eind januari, 28 januari... worden 3 initiatieven genomineerd voor de challenge zelf. En alle 3 krijgen dan meteen beschikking over een startkapitaaltje, een intensief coachingstraject. En die kunnen dan in de volgende maanden zichzelf verbeteren. En aan het eind van het jaar wordt dan tijdens de Kuipernacht de Kuyper Award uitgereikt. En dat is een geldprijs van €5.000... en een plek in onze Startup Village voor het initiatief dat de grootste stappen heeft gemaakt. Heel mooi. En ik denk ook dat het goed is om een idee te geven van het soort initiatieven dat zich voor de Kuyper Challenge kan aanmelden. 2 ondernemingen die door VU-studenten zijn gestart, zijn daarvoor geportretteerd. En we gaan eerst nu kijken naar Leren voor de Toekomst van bachelorstudent bedrijfskunde Darien El-Houfi. Van jezelf gecreëerde studentenbijbaan een bijles- en coaching-imperium opbouwen. Dat is wat bedrijfskundestudent Darien El-Houfi de afgelopen 2 jaar gedaan heeft. Uit eigen ervaring weet hij dat reguliere bijlessen voor kinderen uit achterstandswijken onbetaalbaar zijn. Dus dacht ik, hoe ga ik met mijn opleiding ervoor zorgen dat de impact die ik nu maak op individueel niveau kan vergroten op groot niveau. Wat wij doen is kinderen van de basisschool en de middelbare school helpen met huiswerkbegeleiding, bijles, maar ook coaching. Ook helpen we de ouders met het begrijpen van het Nederlands onderwijssysteem. Er zijn heel veel ouders, ook autochtone ouders, die eigenlijk niet weten hoe het onderwijssysteem in Nederland werkt. Nou, iedereen heeft natuurlijk last gehad van corona. Wij helemaal. Ik had nooit gedacht als ondernemer zijn, maar ook als student zeiden dat onderwijs 3 maanden eigenlijk stil kon liggen. Voor de kinderen waar Leren voor de Toekomst mee werkt, was corona helemaal een aanslag. Heel veel kinderen die bij onze stichting zitten, die hebben vaak niet allemaal een eigen device, waardoor de afstand eigenlijk alleen maar groter wordt in het onderwijs en de gelijke kansen eigenlijk nog alleen maar kleiner worden. Kom, we gaan deze kant op, jongens. Kom. Om de corona-achterstanden weg te werken, organiseerde het Jeugdcultuurfonds in Rotterdam deze zomer voor 6000 kinderen een zomercampus. Leren voor de Toekomst werd gevraagd de mentoren te selecteren. Er meldden zich ruim 300 studenten aan, terwijl er maar plaats was voor 150 mentoren. Vrijwilligers die bij ons werken zijn over het algemeen studenten van de hogeschool en universiteit. De studenten komen vaak uit de wijken zelf waar wij lesgeven. Dat zijn studenten die vaak precies weten hoe die jongeren denken, omdat zij ook zo gedacht hebben. En dat zorgt voor een groot succes. Er is ontbijt en vervolgens gaan de kinderen aan de slag met hun eigen krant. Het beste artikel van de week komt in een echte krant. En er wordt gesport, gedanst, theater gemaakt en gespeeld natuurlijk. Dus we doen het om kinderen vooruit te helpen, om onszelf te ontwikkelen en niet om er rijk van te worden, weet je wel. En doordat ik denk ik mijn purpose achterna ben gaan, namelijk gelijke kansen bieden in het onderwijs, is geld mij achterna gaan lopen. Ja, de dag begint deprimerend vroeg, zeggen we altijd in de groep. Maar om 8:30 begint dan eigenlijk het geluk binnen te druppelen. Ja, die kinderen die bloeien eigenlijk en die groeien echt in deze zomerperiode. Ja, het is gewoon magisch. Ik zit nu met mijn organisatie in een flinke groei. We hebben echt ontzettend veel aanvragen van scholen, gemeentes die met ons willen werken, studenten die bij ons willen werken. Ik vind het mooi om te zien dat er zoveel studenten zijn die zich willen inzetten voor kinderen in hun zomervakantie. Prachtig, Mirjam. Hoe mooi, dan begint het geluk binnen te druppelen. Ja, ik vind dit echt een heel ontroerend initiatief, zoals je dat hier gepresenteerd krijgt. Het is, hij doet wat ultra belangrijk is, kansenongelijkheid verkleinen. En hij geeft deze kinderen precies wat ze verdienen. En hij motiveert ook nog studenten om het beste van zichzelf te geven. Dus ik ben echt heel trots op Darien El-Houfi, student van de VU. En terecht. Ben, wat zie jij als je dit ziet vanuit ondernemerschap? Ja, het is echt het moderne ondernemerschap. Hè? Het draait om shared value. Niet alleen maar winst voor de onderneming, maar ook winst voor de maatschappij. Dus die combinatie vind ik heel mooi. Missie en ondernemerschap gecombineerd. Nou, dat hoort ook echt bij de VU, heb ik begrepen. En wat ik een heel mooi citaat vond uit het filmpje, dat hij op een gegeven moment zegt: omdat ik mijn purpose achterna ben gegaan, is geld mij achterna gegaan. En dat is een les, denk ik, voor heel veel ondernemers. Want je moet wel weten wat eerst komt. En dat weet hij heel goed. Mooi. Ja, sowieso de purpose natuurlijk. Dat zien we ook in het tweede videoportret wat we nu laten zien. Overigens, als je je ook geïnspireerd voelt door dit filmpje en een mentor zou willen worden voor Leren voor de Toekomst, kijk dan ook naar lerenvoordetoekomst.nl voor meer informatie. De tweede onderneming waar we naar gaan kijken is Findest van 2 alumni, Roel en Vincent van de opleiding Science, Business en Innovation aan de Beta-faculteit hier. Findest is een start-up, of eigenlijk een scale-up inmiddels, waar we bedrijven, met name research en development afdelingen, helpen om nog innovatiever te worden door de allernieuwste technologieën te vinden met kunstmatige intelligentie. Findest-oprichters Vincent Franke en Roel Boekel kennen elkaar sinds de opening academisch jaar 2010. Ze werden huisgenoten en zagen vanuit hun opleiding Science, Business en Innovation een gat tussen technologische ontwikkelingen enerzijds en de industrie anderzijds. Ze zetten een service op om dat gat te dichten. Eerst door handmatig op zoek te gaan naar geschikte technologieën, maar al gauw door daar een algoritme voor te schrijven. Igor AI. Igor is een zoekmachine die technologie herkent in tekst. Stel, we gaan op zoek naar een ladder. Nou, wat Igor eigenlijk doet, is die kijkt net een stapje hoger. Dus in plaats van te kijken naar wat een ladder is, kijken we naar: wat is eigenlijk de functie van een ladder? En wat Igor dan snapt is: oké, ik ben op zoek naar technologieën die dus een persoon in hoogte kan verplaatsen. Inmiddels is Findest uitgegroeid tot een bedrijf met 27 medewerkers dat zowel in Nederland als in Finland, Denemarken en de VS grote en middelgrote bedrijven helpt in hun zoektocht naar technologische innovaties. Het doel? In 10 jaar tijd 10.000 innovaties realiseren. We gaan nu naar de haven van Amsterdam om te vieren dat er hier ergens een succesvolle innovatie rondvaart. Als het goed gaat met de economie, zal het met ons ook extra goed gaan. Omdat bedrijven denken: dan gaan we extra versnellen en nog meer innoveren. En nu zijn er toch veel industrieën die hard geraakt zijn door corona, dus die toch aan bezuinigen slaan. Dus wat we in het begin gelijk hebben gedaan is een aantal scenario's bedenken. En dan kijk je eigenlijk naar: wat voor waarde creëer jij en is in al die scenario's dat nog steeds waar? We zijn tijdens onze bachelor de eerste versie van dit bedrijf begonnen. En toen tijdens onze masters ben ik bijvoorbeeld een vak gaan doen over hoe kan je nou innovatief je bedrijfsmodel inrichten. En Roel die was natuurlijk tijdens zijn master bezig met het algoritme. Dus in die zin heeft de universiteit ons heel erg geholpen om ook het wetenschappelijke denken in onze strategie en in wat het bedrijf doet te krijgen. Wij zaten eerst in Demolab, dat is onderdeel van de VU, waar je een soort van support krijgt van de VU zelf om eigenlijk te starten. Dus je krijgt een plek, je krijgt een beetje advies en limited resources om eigenlijk te gaan bouwen. En zodra wij daar een kantoortje extra nodig hadden, omdat we bijvoorbeeld iemand erbij kregen in het team, kregen we een tweede ruimte erbij. En zodra we de derde ruimte nodig hadden, zeiden ze: oké, het gaat dus heel goed, gaan jullie maar gewoon betalen. En hebben we een goede deal gehad, maar konden we in ieder geval weer doorgroeien binnen de VU. Dus daar heeft de VU enorm bij geholpen en ik denk dat deze constructie heel goed is voor de groei van dit soort bedrijven. Een zoekmachine die ons razendsnel tot de broodnodige innovaties brengt. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Kijk, er zijn heel veel bedrijven die zich bezighouden met adviseren rond innovatie. Mm-hmm. Maar veel van die consultants die werken zelf eigenlijk op een heel ouderwetse manier. En wat ik zo leuk vind aan het initiatief van Vincent en Roel is dat zij echt dat Igor AI, dus echt een stuk technologie hebben ontwikkeld hier aan de VU, wat gebruikt kan worden in consultancy op het gebied van innovatie. Heel erg leuk. En ik hou ook van duidelijke doelen. Hè? Dat ze zeggen, nou, we willen gewoon in 10 jaar tijd 10.000 innovaties realiseren. Nou, dat is gewoon een prachtig statement. Dat geeft energie, denk ik. Hartstikke goed. Mirjam, is dit nou een heel goed voorbeeld van wat er op de campus aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan gebeuren? Ja, dit is wel een heel goed voorbeeld. Ik vind het ook zo mooi, deze studenten gebruiken duidelijk de kennis die ze opdoen bij hun studie. En ze doen de kern van wat wij valorisatie noemen, namelijk wetenschap brengen naar bedrijven die daar dan mee kunnen innoveren. Dus dit is wel een staaltje prachtig ondernemerschap van onze campus. Mooi. Hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van de 140ste opening Academiejaar van de Vrije Universiteit Amsterdam. Niet ver van hier, in de Hortus Botanicus Zuidas, heeft rector magnificus Vinod Subramaniam het programma samen met een groep studenten bekeken. En daar schakelen we zo meteen naar over en Ben, Mirjam en ik lopen daar ondertussen naartoe. Het laatste woord van deze zitting is uiteraard aan Mirjam van Praag. Volgens onze traditie sluit ik deze zitting met het uitspreken van de lofverheffing. De naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid.